Hey allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het woensdag. Het is weer tijd om naar de vinnen te gaan, dus we maken er wat van. Ik heb een aantal gespreksonderwerpen, maar die bespreek ik later met jullie. Ik zie jullie straks, Rhino's. We beginnen deze dag en we gaan er wat van maken. Zo, ik ben op de vinnen. En ik dacht, ik ga even wat voor jullie rappen. Ik heb hier tekst van Eminem's Lose Yourself. Of gekregen van muziekles. Nou ja, ik heb het eigenlijk meegenomen zodat ik hier op de vinnen kon oefenen. In ieder geval, een korte zin tot anderhalve minuut. Dat is dezelfde tijd bij de blonde editions van The Voice of Holland. Nou goed. Klaar? Dan gaan we. Yo, his palms are sweaty. Knees weak, arms so heavy. Tis from it on the sweat already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth. But the words won't come out, he's choking how? Everybody's joking now, the clock's run out, time's up, overblown, snap back to reality, oh, the ghost gravity, oh, the ghost gravity, joke, he's so mad, but he won't give up that easy, no, he won't have, he knows his whole backseat, he's ropes, it don't matter, he's stuck, he knows that, but he's broke, he's so stacked that he knows when he goes back to his mobile home, that's when it's back to the lap again, yo, this whole rhapsody, better go capture this moment, open down passion, you better lose yourself, in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in life, you better lose yourself. In the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose yourself. Niet slecht, al zeg ik het zelf, Rhino's. Nou goed. Dat is een wilde jullie, ik wilde jullie even laten horen. Ik ga goed op dat nummer oefenen. En dan zien jullie me gauw wel. Dat nummer rappen. Nou, tot zo, Rhino's. Zo, hier ben ik weer. Gisteravond zat ik zo op YouTube wat dingen door te lezen. En toen ontdekte ik iets waar ik niet blij van werd. Oké, dus er is een YouTuber genaamd James Wolf. Of bekend van Angry Video Game Nerd. En die heeft niet zo heel lang geleden, vorige week ongeveer, een video gemaakt waarin hij heeft gezegd dat hij weigert om de film Ghostbusters 2016 te reviewen voor zijn website Cinemassacre. Hij heeft gezegd dat hij het niet wil zien vanwege de naam, de slechte CGI-effecten. Effects. Plus het feit dat de hoofdrolspelers vrouwen zijn. En nu wordt James aangevallen door feminaties. Zowel vrouwelijk als mannelijk. Ja, echt waar. Dat is echt heel eng. Mannelijke feminaties. Hij wordt aangevallen op Twitter. Hè. Mensen proberen hem af te kraken door middel van artikels te schrijven. Laat die man met rust. Kunnen mensen niet eens meer een mening hebben? Weet je wat het is?
Er zijn van die butthurt fans. En van een slechte film. En als iemand het niet eens is met zijn mening, dan proberen ze diegene helemaal gek te maken. En dan proberen ze diegene helemaal zwart te maken en diegene van gedachten te laten veranderen door hem te hem of haar te beledigen en zwart te maken op internet. Het is gewoon niet logisch. Ze maken zelfs grap over James' huwelijk. En dat gaat wel erg ver. Ik ben een fan van James. En dit maakt me heel erg boos. Het is gewoon niet eerlijk. Laat James gewoon met rust. Hij heeft een mening. Een heel sterke mening. En daar blijft hij bij. Ik bedoel, zoals jullie weten heb ik ook een sterke politieke mening. En ik word daar heel erg mee gepest. Zelf vind ik het ook niet leuk als iemand met me het niet eens is met mijn mening. En dan kan ik ook heel erg boos worden, maar in dit geval vind ik het veel te ver gaan. Ik bedoel, kom op mensen, het is maar een gast die weigert om een film te zien. Zo erg is dat toch niet? In ieder geval, ja. Dat is alles wat ik tot nu toe te zeggen heb. In ieder geval, ik sluit deze discussie nu af en ik zie jullie straks. Zo. Nog ongeveer een uurtje. Dan is het weer tijd voor Utopia. Gisteren zijn de resultaten van een dictatorschap binnengekomen. Inwoner Jesse is nu de nieuwe dictator van Utopia. Mijn ouders vinden er niks aan. En dat begrijp ik wel. Ik vind het mooi en dat is het belangrijkste. In ieder geval, ik zie jullie later weer. Oké, ik zit lekker idols te kijken. De uitslag van het einde van de tweede live show is bijna hier. Ik zal het straks met jullie delen. Tot zo, Rhino's. Zo, Idols is net afgelopen. De vier halve finalisten zijn bekend. De namen die ik nu noem zijn door. Steve, Tom, Nina en Kimberly. Politieagent Thijs moest helaas vertrekken. Maar nu kan hij in ieder geval mooi verder met zijn eigen muziek. En ik ga even een digitale heroïne snuiven. Om mijn gedachtegang weer rustig te maken voor volgende week. Ik ga nu heerlijk slapen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Laat dan even een reactie achter hieronder. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je gelijk even op mijn kanaal. Hier beneden. Als je dat nog niet hebt gedaan. Hopelijk check ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe... Dat is Enzo Knol. Hopelijk check ik jullie snel weer bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.